Hallo allemaal en welkom bij Kikker TV, leerzame televisie voor en door kinderen. Vandaag gaan we het hebben over verkeersveiligheid en cobra-kunst. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar daar gaan we het later nog wel over hebben. En we zitten hier met allemaal kinderen van het startblok. Stel jezelf eens even voor. Ik ben Jasmina. Ik ben Victoria. Ik ben Mohamed. En ik ben Jonathan. En in welke groep zitten jullie? 6B. 6B. Hey, vorige week hebben we het officieel eigenlijk al afgesloten, de specials rondom Afval de Game. Maar ik ben toch eventjes benieuwd, want jullie hebben een prijs gewonnen, hè? Ja, we hadden springkussen gewonnen en ook de wijkprijs en een trofee. Wauw. Wat gaaf. Wat cool dat jullie wijkprijs hebben gewonnen. Ook dat jullie het milieu zo belangrijk vinden. Ja. Vinden jullie ook verkeersveiligheid belangrijk? Ja. Want ja, zonder stoplichten en van die andere soorten dingen, dan zou er allemaal ongelukken gebeuren. Ja. Slim. En dan gaan er veel mensen dood. En ik heb ook een keer ongeluk meegemaakt en wil ik niet meer Oh, ik ook. Wat was er gebeurd? Ik werd overgereden door een auto bij mijn voet. Oh nee. En toen? En toen kwam er een ambulance en allemaal mensen en toen moest ik naar die auto en toen kreeg ik verband. Ja. Maar hoe kwam het dan eigenlijk dat je werd aangereden? Omdat ik niet naar links en rechts ging kijken, maar ik ging gewoon rennen. Dus je had zelf niet goed opgelet? Nee, maar toen was ik nog klein. Oh, oké. Okay. Toen was ik iets van en 6. En ik ging met mijn moeders vriendin naar zo'n soort bruiloft, ik weet niet. Ze gingen gewoon een zaal kijken. En toen zei ik tegen mijn moeder, ik wil niet gaan, want dadelijk gebeurt er nog een ongeluk. Toen is het gekomen en toen had ik een hersenschudding. Heel mijn voorhoofd zat, nou tot hier eigenlijk, had ik bloed. En toen kwam ambulance, en toen kwam mijn moeder daar ophalen. En toen gingen we naar huis. En hoe had het nou voorkomen kunnen worden? Ja, want jij zei net van, als ik beter had opgelet, naar links en naar rechts gekeken, dan had het misschien niet gebeurd. Ja. Maar ongeluk in het algemeen, hoe zou je kunnen voorkomen dat het gebeurt in het verkeer? Door mensen die niet uitkijken, die achter het stuur zitten. Nee, altijd opletten en naar de verkeersborden kijken wat erop staat. Ja, want sommige mensen gaan gewoon op zijn telefoon tijdens het verkeer rijden. Ja. Of bellen. Een keer ging ik bij een zebrapad lopen en eigenlijk had ik voorrang, maar die man ging gewoon zomaar rijden en toen ging die toeteren naar mij dat ik moest stoppen, maar ik moest juist lopen. Ja, dus eigenlijk moet je de verkeersregels kennen, ja. Opletten, als ik het zo voor jullie hoor, en ook je houden aan de verkeersregels, toch? Ja, ja. En niet op je telefoon zitten. Ja. En niet zomaar doorrijden ofzo. Ja. Nou, verkeersveiligheid lijkt me toch best wel belangrijk. Dan gaan we nu naar een reportage daarover kijken. Het maakt niet uit in welke stad je loopt. Je ziet het bijna overal in Nederland. Hier, hier en hier. Weet je al waar ik het over heb? Het is allemaal verkeersregels en verkeerstekens. Maar waarom hebben we verkeersregels en verkeerstekens? We roepen de expert. Ja, goede vraag. Het antwoord is heel simpel. Als er geen verkeersregels waren, dan zou iedereen maar wat doen. En dan wordt het een heel groot zooitje. Verkeersveiligheid klinkt mooi, maar wat wordt daar precies mee bedoeld? Nou ja, het woord zegt het eigenlijk al. Verkeersveiligheid. Dat is dat het verkeer veilig is. En verkeer in onveiligheid, dat is dat het verkeer niet veilig is. Duidelijk, maar wie zorgt dat het verkeer zo veilig is? De Rijksoverheid van Nederland natuurlijk, die regelt het verkeer, bijvoorbeeld door snelwegen. En dan hebben we ook nog de gemeente, die ervoor zorgt dat de stad veilig is. Om een goed voorbeeld te geven, gaan we doorschakelen naar de verslaggevers. Waar staan jullie precies? Hi, ik sta bij de rotonde op het Nieuwlandsplein om een verslag te doen over het verkeerssituatie, want heel veel Schiedammers vinden dat het verkeer hier niet veilig is. Waarom is de rotonde zo onveilig? Nou, veel mensen vinden de rotonde heel erg gevaarlijk, omdat het te breed is en fietsers twee kanten tegelijk komen. En voor de auto's is het onduidelijk. En wordt er dan niks mee gedaan? Jawel, de gemeente Schiedam vindt verkeersveiligheid namelijk heel erg belangrijk, dus wordt de rotonde aangepast.
Ja, jongens, welkom bij de Nationale Bordenquiz. Ja, maar niet deze borden. We gaan het hebben over verkeersborden. We gaan eens even kijken hoe het thuis is gesteld met de verkeersborden. Doen jullie mee? Bord nummer 1. Dit bord betekent dat je daar buiten mag spelen. Ja, je daar goed op weg. In dit geval betekent het, kijk, hier is een erf. In woonerven spelen er veel kinderen en lopen er veel mensen. En de fietsers en auto's moeten daar veel op letten. Nummer 2. Verbod voor voetgangers. Ja, in één keer goed. Ronde borden met een rode rand betekenen altijd, dit mag hier dus niet. In dit geval is er, er mag geen voetgangers. Maar als er een fiets in had gestaan, dan betekende het verboden voor fietsers. En we gaan door naar nummer 3. Ja, een bord betekent dat hier een weiland is. Creatief bedacht, maar helaas verkeerd. Borden met een driehoekig en rode rand betekenen altijd pas op voor. In dit geval is het voor overstekende koeien. En alweer naar het laatste bord. Oh. Dit is een fietspad. Precies. Tegelijkertijd betekent ook, je mag hier niet lopen en komen met de auto. Dat was hem weer, jongens en meisjes. Wil je nou meer weten over de betekenis van de borden? Kijk dan op de website veiligverkeernederland.nl. Nou, ik heb veel opgestoken van deze reportage. Ik hoop jullie ook. Ja, en denk eraan, verkeer maak je samen. Terug naar de studio! Nou, dat was een hele leuke en leerzame reportage vooral ook. Ik ben benieuwd, want we hebben net de quiz gehad. Nog even een mini-quiz erachteraan. Dit bord staat onder overstekende dove kat. Wat betekent dit? Dat betekent dat er dove katten oversteken en dat de bestuurders weten dat ze moeten uitkijken, want de dove katten weten niet of er auto's aankomen, want ja, dat horen ze niet. Precies. En waar kunnen ze dan zien dat ze daarvoor moeten oppassen? Bij dat bord en hier zo staat pas op, want er komen dove katten. Ja, en de vorm en de kleur van het bord betekent ook iets, toch? Ja. Ja. Want als het een driehoekig bord is en het heeft een rode rand, dan betekent het pas op. Ja. Nou, ik heb hier nog een paar borden. Kijk of we daar ook uitkomen. Deze, wat zegt die? Dat je daar niet mag fietsen. Dus het is dan? Stop, je mag hier niet fietsen. Precies. Je mag hier niet fietsen. Verboden toegang. Verboden te fietsen. En deze, waar is deze van? Dat is een rotonde. Dat je van rechts naar links moet. Dat je zo... Van links naar rechts bedoel ik. Nee, van rechts naar links. Precies, die kant uitrijden. Als je de andere kant uit gaat rijden, dan gebeuren er natuurlijk ongelukken. Ja. Van links naar rechts eigenlijk. Even kijken. Even zien dat ik hem goed heb. Ja, zo. Dat betekent, pas op, dit is een gevaarlijk kruispunt. Hartstikke goed. Mooi. We zijn experts. Dat is een zebrapad. Dat je daar mag lopen. Dat je daar mag oversteken. Nee, kijk, hier is een zebrapad. Ja. En de laatste? De voorrangspoor. Diegene die daar staat heeft voorrang. Maar helemaal dat... goed. Mooi. Dan kan je dus zien dat de vormen en kleuren best wel belangrijk zijn. Ja. Want even kijken hoor. Want je hebt de meeste kleuren die voorkomen zijn blauw en rood. En rood betekent vooral dan? Stoppen en verboden en pas op. Ja, en blauw betekent? Je kunt, kijk, hier is een rotonde en of kijk, hier is een zebrapad. Wat zei jij? Of je mag. Ja, of eigenlijk bij deze je moet. Ja, heel goed. Nou, en ik denk dat we eens gaan kijken naar de tip, want die gaat ook over verkeersveiligheid. Je kan zelf een steentje bijdragen aan de verkeersveiligheid door aan de regels te houden. Bijvoorbeeld je hand uitsteken als je wilt afstaan op de fiets. Nou, dat was echt een supergoeie en veilige tip. Over kleuren en vormen gesproken, gaan we het nu hebben over cobra-kunst. Hebben jullie enig idee wat het is? Ja,
Dat zijn schilderijen die somber zijn en ook schilderijen die blij zijn. En weten jullie ook waarom ze somber en blij zouden kunnen zijn? Het heeft iets te maken met de Tweede Wereldoorlog. Het sombere schilderij is vast omdat er veel mensen dood zijn gegaan. En het blij is dat de Tweede Wereldoorlog voorbij is. En we hopen dat het nooit meer gaat komen. Ja, goed uitgelegd. Want Cobra kunstenaars, die kunststromen van Cobra, die kwamen natuurlijk net na de Tweede Wereldoorlog op. Ja. Hartstikke goed uitgelegd. Hebben jullie ook enig idee van de schilders die daaraan meededen? Ja, Karel Appel en Corneille. Ja, bijna. Corneille. Corneille. Ja, Corneille. Een hele chique naam. Heeft even jullie ook een idee waar Cobra voor zou kunnen staan? Nee. Wacht. Nee. Ik heb geen idee. Omdat het een beetje lijkt op een cobra? Nee, Naam van plaatsen. Ja. Oh, Brussel, Amsterdam en Zeep. Waar was de Zeep? Ook een hoofdstad van een land in Europa. Europa. De hoofdstad van Denemarken. Weet ik niet. Kopers! Nee! Cobra! Nee! Kopenhagen! Kopenhagen. Maar wel goed, want we hadden Brussel en Amsterdam hebben we er al Kopenhagen, Brussel... Het komt uit Cobra. Amsterdam. Nou, ik denk dat we wel graag meer willen weten over Cobra, toch? Ja. We gaan kijken naar een reportage. Hallo, wij zijn de plusklas van een singel en wij zijn de hoofdredactie van het Schavuitenboek. En wij gaan vandaag op excursie naar het Stedelijk Museum Schiedam. We nemen vandaag een kijkje in de tentoonstelling Ik hou van Holland, waar onder andere heel veel cobra-kunstwerken te zien zijn. Kunstwerken gemaakt door cobra's? Nee, kunstwerken gemaakt door kunstenaars die in de kunstbeweging zaten die cobra heten. Kijken jullie mee? Drie jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, in 1948, ontstond de kunstenaarsgroep Cobra. Niet gek dat je denkt aan een gevaarlijke sissende slang. Maar eigenlijk staat de naam voor de afkorting van de Franse namen van de steden waar de kunstenaars uit deze groep vandaan kwamen. Co staat voor Kopenhagen, Brr staat voor Bruxelles en A voor Amsterdam. Als je een beetje door het Franse accent heen prikt, dan hoor je de steden Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. De cobra-kunstenaars laten zich inspireren door kindertekeningen en door primitieve kunst, zoals maskers. Ze vonden dat je niet te veel moest nadenken, maar dat je beter spontaan en vrij kon schilderen. Het liefst met veel kleur en verschillende materialen. Ze vonden vrijheid heel belangrijk. Op hun kunstwerken staan daarom vaak ook vogels, kinderen en fantasiedieren. De drie Nederlandse oprichters van de cobra-groep zijn Constant, Corneille en Karel Appel. Karel Appel vertelde ooit over zijn kunstwerken. Ik rotzooi maar een beetje aan. Ik leg er tegenwoordig flink dik op. Ik smijt de verven met kwast en plamuurmes en blote handen tegenaan. Ik gooi er soms hele potten tegelijk op. Kijk maar eens naar dit schilderij. Het heet De Wilde Jongen. Je ziet heel duidelijk dat Karel Appel superveel olieverf heeft gebruikt om dit schilderij te maken. Als je het schilderij in het echt ziet, dan zou je bijna aan al die klodders willen voelen. Wel jammer dat dat dan net niet mag in een museum. Ben jij nou ook zo benieuwd geworden naar al deze mooie kunstwerken? Ga dan eens naar het Stedelijk Museum, want daar kan je ze allemaal in het echt zien. Nou, hebben jullie al plannen voor de meivakantie? Ja. Oh, nou hopen dat jullie toch nog een klein gaatje vrij kunnen maken, want het is natuurlijk wel leuk om al die werken in het Stedelijk echt te gaan zien, toch? Ja. Ja, en natuurlijk het nieuwe Schavuitenboek lezen, want die is maandag uit, dus dat is ook wel, dan kan je ook even lekker wat doen in mijn vakantie. Ja. Staat daar ook iets in over cobra-kunst? Ja, ja, zeker, zeker. En ook over in de oude ook nog, toch? Ja. Hier heb je twee schilderijen van Constant en Corneille. En wat maakt ze nou zo cobra? Nou ja. Dat die ene song... Oh. Nou ja, die ene is zeg maar somber met allemaal donkere kleurtjes. Ja, en die andere die is zeg maar kleurrijk. Dat betekent eigenlijk dat de mensen zeg maar blij zijn dat de Tweede Wereldoorlog voorbij is en zo. Dan is het veel meer kleur. En hier gebruiken ze alleen maar zwart en wit. En bij die andere leuke kleuren. Ja. En daar is het nog wat kapotter en zo, maar daar is het ook wel wat schoner en zo. Een heel
het ziet er wat meer opgeruimd uit. Ja. Ja. Hey, en dan zeggen ze wel eens van die werken, van nou, het is zo simpel, dat kan mijn kleine broertje ook. Wat vinden jullie daarvan? Dat vind ik brutaal. Nee. Vind je dat brutaal? Nou, leg eens uit, waarom vinden jullie van niet? Omdat mensen heel erg veel hun best hebben gedaan en dan zeggen ze, ja, dat kan mijn kleine broertje ook. Maar dat is niet waar. Het ja, want die mensen hebben heel erg zijn best gedaan, dan krijg je zo'n reactie. Ja. En jij zegt, ja, het lijkt heel makkelijk, maar het is best moeilijk. Ja, want je kan niet 1, 2, 3 gewoon alles tekenen, maar je moet er echt heel veel tijd in besteden. Ja, en het kost ook heel veel geld. Ja. Je hebt er concentratie voor nodig. En geduld. Waarom vinden jullie dit nou ook, echt kunst? Ja. Ja. Waarom? Omdat het lijkt op allemaal, ja, het lijkt op, die andere is helemaal, ja, het lijkt een beetje, ik kan het niet uitleggen. Oh, ik denk het omdat het ziet er apart uit. Het is niet zoals elke tekening, het is een beetje uniek. Oh ja, ja, dat is wel een mooie. Ja, en nou hadden we het er net al even over, deze is somber, deze was blij. Waar zagen we daar nog meer aan? Dat deze de zon, blij... aan de zon? Ja. Want dat is voor vrede. De zon staat voor vrijheid. Vrede. Ja, voor vrijheid. Ja. Ja. Ja, en het is natuurlijk een heel opgewekt schilderij, toch? Yeah. Met allerlei vrolijke kleurtjes. Ja. Ja, en alles is heel en bij die andere is alles kapot. Ja. Ja. Nou, na zo'n vrolijk en opgewekt schilderij gaan we vrolijk verder naar de kijkersvraag. Hallo, ik ben Celina, ik ben 10 jaar oud en ik wil weten waarom LookTV LookTV heet. Hoi Celina, de meest eenvoudige uitleg is natuurlijk dat de mensen die LookTV hebben opgericht, dat die een simpele, makkelijk te onthouden naam wilden hebben voor hun televisiezender. Nou, Look is heel makkelijk te onthouden. Er gaat ook een verhaal, maar of dat waar is weet ik niet, dat een van de mensen die bij het allereerste begin betrokken is geweest, dat die bedacht had, de afkorting van een lokale omroep op de kabel, dat is een mooie naam voor onze televisiezender. Nou, de afkorting van lokale omroep op de kabel is LOK. Maar of dat waar is? Nou, dat was een mooie kijkersvraag. Dan gaan we nu over naar een nieuwe kijkersvraag van Lisa. Hoi, ik ben Lisa. Het eerst schavuit doelboek ging over Lidwina. En dit jaar is het ook het Lidwina-jaar. Maar waarom is het dit jaar het Lidwina-jaar? Weet jij het antwoord of heb je een nieuwe kijkersvraag? Stuur dan een e-mailtje naar dit adres. Ja, en dit was alweer de aflevering van Kikker TV. Nou ja, bijna dan, want ik wil graag nog even de winnaar bekendmaken van de telwedstrijd uit het schavuit doelboek. Was nog best een lastige opgave, want er stonden maar liefst 114 Lidwina's in vermeld. Maar Nicky zat er het dichtst bij. Dus Nicky, er komt een verrassingspakket jouw kant uit. Nou, dat was hem dan voor deze aflevering. Ik wil jullie graag bedanken voor het komen en het gezellig kletsen. En dan is het naar tot de volgende keer. Doei! Doei!